Goedemorgen dames en heren, welkom allemaal, daar zijn we weer, vanuit Hartje Amsterdam, in mijn eigen huiskamer. Welkom allemaal, voor degenen die hier vorige week ook op bezoek waren, welkom terug. En voor de mensen die deze week voor de eerste keer kijken, hallo allemaal, ik ben Leon de Waal. Namens Bedtime Stories. En ik heb hier elke vrijdagochtend om 11 uur een live half uurtje borden vol met verhalen, gedichten en liedjes. Nou had ik het vorige week met jullie over de lente. Heb ik allerlei dingen over voorgelezen en liedjes over gezongen. En ik weet nog dat ik daar ook een aantal vragen aan jullie had. Eentje was er onder andere... Hoe houden we dikke Dolly van het balkon? Dat is de duif die hier altijd onze planten om komt roelen. Nou, er zijn een aantal leuke reacties opgekomen. Eentje bijvoorbeeld een luchtbugs kopen. Nou, volgens mij vroeg ik om een diervriendelijke oplossing. Ik vond hem wel grappig. Ook kippengaas en zo, maar ja, dat vinden we toch niet zo leuk om te doen. Dus de vraag blijft nog altijd staan, een goede tip om een duif van het balkon te halen. Ja, deze week, weer een hele nieuwe week, ga ik het met jullie hebben over op reis gaan in eigen huis. Ik ga jullie meenemen in je eigen huiskamer, op reis. Op reis gaan in je eigen huis, ja, hoe doe je dat nou? Daar heb ik een mooi gedichtje over gevonden. En dat gedicht is van J. Robben, Nederlands dichter. En het heet Sahara Zand. Kent u dat nog, Sahara Zand? Van als ze dan vroeger gewaaid had, dat er zo'n laagje zand lag op al die auto's. En dan zeiden mensen, ja, dat komt uit de woestijn gewaaid. Sahara zand. Vroeger in de zomer hing ik bij een sterke zuidenwind met een glazen potje meters uit het raam. Zo spaarde ik korrels zand van de Sahara. Als ik dan na uren sparen in mijn potje staarde, was ik toch een beetje op vakantie. Ja. Dat herinner ik me ook nog wel, dat zand wat er overal lag. En als je dan zo, ik kan het me wel voorstellen, als het zou lukken hè, om dat zo op te vangen in de wind. En dan naar kijkt dat je dan een potje Sahara zand hebt. Lijkt me een mooi iets om te hebben. De volgende keer dat het zo waait ga ik het denk ik proberen. Ja, hier thuis in eigen huis op vakantie, hoe doe je dat? Nou, ik zelf. Ja, je kunt het natuurlijk doen door verhalen en gedichten over reizen te lezen. Maar zelf kijk ik ook wel eens foto's terug. Dan ben ik weer helemaal terug op vakantie. Of ik kijk naar souvenirs die ik gekocht heb. Maar wat ik ook altijd doe op vakantie, is zelf een souvenir maken. Wij hier houden nogal van kamperen. En... elke kampeervakantie die we doen, zeg je dat zo? Ja, op elke kampeervakantie maak ik samen met mijn zoon een stok om mee naar huis te nemen als versiering. Ik zal hem even wat dichterbij laten zien. Kijk, dan zoeken we een stok. Dat is natuurlijk al het begin van de onderneming. Een mooie rechte stok in het bos zoeken. En dan gaan we die met een zakmes bewerken. Kijk, we kunnen er een letter in maken. Dat doen we dus op allerlei manieren. En ook aan deze kant nog een zwaard erin gemaakt. En op deze manier maken wij souvenirs. Zodat we elke keer als we thuis zo'n stok tevoorschijn pakken. Oh ja, toen waren we daar en daar. Dat is ook een manier van op vakantie gaan in eigen huis. De stok.
Wie weet, als je zelf een keer in het bos bent, neem een leuke stok mee. Reizen, dat doen natuurlijk niet alleen mensen. Even kijken. Waar heb ik hem? Even in de toverkoffer zoeken. De zwaluw is natuurlijk bij uitstek een dier dat op reis gaat. Daar heb ik een gedicht over natuurlijk. En dit gedicht is van Mies Bouwhuis en het heet Op reis. De kleine zwaluw kan niet slapen, al doet hij nog zo zijn best. Al knijpt hij zijn twee oogjes dicht, hij woelt maar in zijn nest. Maar denk het je ook maar eens in, dat je zwaluw bent, die van de wereld enkel maar één stukje weiland kent. En dan opeens mag je op reis, de zomer achterna. Als hier het natte weer begint, ben jij in Afrika. Gelukkig ga je niet alleen naar ver weg over zee. Familie, vriendjes, kennissen, wat zwaluw is, vlieg mee. Je snapt wel dat dat zwaluwtje er niet van slapen kan. En als hij eindelijk slaapt, waar denk je? Droomt hij van? De avond voor op reis gaan. Dan als kind in je bed liggen en dan moeten gaan slapen. Dat is onmogelijk. He, dat vond ik als kind in ieder geval. Op vakantie gaan naar het buitenland. Vroeger, ja, dan deed ik bijna een week geen oog dicht. En wij reden sowieso vaak 's nachts. Dan pakte mijn vader overdag de auto in en de caravan vaak die erachter hing. Of de aanhangwagen met tent en zo. En dan maakte die voor mij en mijn twee zussen op de achterbank een bed. En dan tussen de achterbank en de voorstoel stonden koelboxen en omgedraaide emmers. En daar gingen dan kussens en dekens op. Nou, dat leek een zee, dat bed. Met z'n drieën achterin, hè? Ja, maar ja, dan ben je nog zo klein, dan is alles wat groter natuurlijk. Heerlijk was dat. Dat was echt goede vakanties waren dat. Je kunt natuurlijk ook met de auto op vakantie gaan. Of je kunt met de auto op vakantie gaan. Maar je kunt natuurlijk ook het vliegtuig nemen. En daarbij hoort altijd een bepaald ritueel. Namelijk de koffer. Als je op het vliegveld aankomt waar je moet zijn, komt je koffer dan tevoorschijn. Is toch altijd weer een spannend moment. Daar heeft Nico Dijkshoorn. Ik pak er even mijn bril bij. Nico Dijkshoorn heeft daar een kort verhaal over geschreven. U kent hem misschien wel, schrijver, dichter. Hij zit altijd bij De Wereld Draait Door. Dat programma dat toen nog bestond. Als huisdichter. Hij heeft een leuk verhaal geschreven over een koffer. Iedere keer als ik in het buitenland op mijn koffer sta te wachten, ben ik trots wanneer ik mijn koffer van grote afstand herken. Het is heel fijn om met iemand anders te reizen, dan kun je het roepen. Samen kijken naar het gat dat de koffers uitwerpt en dan roepen, ja, dat is hem, met dat rode lintje. Je koffer van de band trekken, heerlijk is dat. Je doet alsof het je niks doet, die 24 kilo. Ja, die Dijkshoorn heeft zijn zaken goed voor elkaar. Hij herkent zijn koffer en haalt hem zelfstandig, met een enorm gemak, van de band. Het Kees de Jonge gevoel. Ik probeer mij nu voor te stellen dat je koffer niet komt. Daar sta je. In je eentje bij een steeds maar doorlopende lege transportband. Je wilt het nog niet geloven. Naar die klapdeurtjes blijven kijken. Je besluit nog 5 minuten te wachten. 3 kwartier later stopt de band. Een medewerker vraagt wat er aan de hand is. Het moet hetzelfde gevoel zijn als wanneer je fiets is gestolen. Hoewel je
terwijl je steeds angstiger in cirkels holt, al 40 keer het plekje hebt gecontroleerd. Blijf je naar die plek lopen waar je hem hebt achtergelaten. En iedere keer weer die doodsteek, hij staat er niet. Dan volgt de noodgedwongen aangifte op de luchthaven. Jij bent geen man die koffers kwijtraakt. Je stapt onwennig in een taxi, alleen met je handbagage. Een koffer kun je missen als een geliefde. Ze is er steeds heel erg niet. Tijdens de rit naar het hotel stel je de lijdensweg van je koffer voor. Ergens in India staat een man in een jurk doodsbang aan jouw slotje te voelen. En dan de loutering. In je hotelkamer besef je dat je een hele koffer vol met kleding hebt meegenomen, maar dat je alles kunt missen. Eindelijk kun je weer eens zelf een broek kopen. Je koopt ook een nieuwe koffer en hebt 2 weken de tijd om die te leren herkennen. Alles komt goed. Nico Dijkshoorn, de koffer. Ja, ik heb het ook wel eens gehad dat ik mijn bagage ben kwijtgeraakt. Het was in Griekenland. Een rugzak. Stond nog op de tussenstop in Parijs. Ja. Tijd voor een lied. Reizigers hebben ook een eigen beschermheilige. En dat is de titel van het volgende lied. Voor degene die weet wie dat is, de beschermheilige van reizigers, stuur het even in een comment. In zo'n commentaartje wat je onder in je schermpje kunt typen. Ja, ik ben benieuwd of jullie hem raden. Hij zit ook in het lied. De beschermheilige. Ik ben benieuwd of jullie hem herkennen. Stap nou maar in. En start nou maar. We gaan naar de vrouw met de zon in het haar. Draai hem het pad aan, je bent niet alleen. Christoffel is bij je, ik breng je erin. We gaan eerst langs het huis met het houtsnijwerk. Dan over de brug. Naar het plein bij de kerk. Gaan we linksaf en dan alsmaar rechtdoor. Langs de boekbinderij en het postkantoor. Door naar het stoplicht en daar slaan we af. En bij de gevangenis gaan we rechtsaf, langs de vaart en het tolhuis en over het spoor. Links bij de sluizen en dan weer rechtdoor. Door, door, rij nou maar door. Ga nou verder, rij door. Iedere meter brengt jou dichterbij. Aan het eind van het asfalt wacht zij. Geef nou maar gas, vertrouw me nou maar. We gaan naar de vrouw met de zon. In haar is nog de molen die leeg staat en stil. Op de wieken een zwaluw die zomeren weer. En dan gaan we naar rechts aan het eind van de weg.
Langs de rubberfabriek met het gat in de heg. Nog even het hek met het bankje ervoor. De bocht mee naar links en dan alsmaar rechtdoor. Rij nou maar door. Ga nou verder, rijd door. Iedere meter brengt jou dichterbij. Aan het eind van het asfalt staat ergens een huis. En in de deuropening staat de enige vrouw. Waar bleef je nou? Nu zijn we er bijna, geloof me nou maar. Straks zie jij de vrouw met de zon in het haar. Daar in de verte, daarachter die schuur. Met dat ingestort dak en die tekst op de muur. Daar gaan we heen en dan over de dijk. Waar de grijsaard zijn rust zoekt onder de eik. Waar de bomen vol fruit en de struiken vol blad. Waar alles gewoon zijn beloofd. Heeft gehaald. Daar staat het huis en in de deuropening staat de enige vrouw die zegt mag, ik hou van jou. Lied van Maarten van Roosendaal, dames en heren. De beschermheilige van de reizigers. Dat is dus de titel van het lied. Mocht je hem weten, laat het mij ook even weten, dat jij hem weet. Om nog een hint te geven, heb ik ook nog een gedicht waar diezelfde beschermheilige in voorkomt. En deze ook. Autootje van mijn zoon Jonathan natuurlijk. Dit gedicht, dat is een gedicht van Toon Hermans en het heet Reis. Hij had een rood, niet al te groot, maar keurig autootje. Met Sint-Christoffel, vrouw en kinderen op een fotootje. Met 4 plastic roosjes en 2 plastic vaasjes. En een doos met wat jodium en steriele gaasjes. Hij had 2 blikjes bier, een buisje aspirine. En een reservewiel, een extra blik benzine. Hij had ook 2 appels bij zich en een boterhammetje. Een paraplu, een nagelvijltje en een kammetje. Op alles was hij voorbereid, behalve op die zak, die als een gek opeens de hoofdweg overstak. Ja, Toon Hermans is een kleine rode autootje op reis. Nou denk ik wel dat Toon een net wat ander rood autootje had, maar toch. Even kijken, wat gingen we nu doen? Oh ja, vorige week hebben wij samen met de mensen die toen keken, hebben we een boom geplant. Een boom geplant
in een potje. Een gedroogde boom, voor de mensen die vorige week niet gekeken hebben. Ik laat het nog even zien. We hebben een paar gedroogde bonen in een potje waarin je keukenrol kan stoppen. Of watjes, die maak je nat. En dan aan de zijkanten stop je een paar gedroogde bonen voor het glas. En dan kijk je er elke dag naar. En deze bonen, dames en heren, die zijn al heel hard aan het werk. Deze bonen hebben al wortel geschoten. En er begint links en rechts zelfs ook al een takje uit te groeien. Nou, beloofde ik vorige week al. Ik ben benieuwd hoe dat met jullie bonen is. Voor degene die hem geplant hebben. Als je deze keer pas voor de eerste keer inschakelt, kun je het alsnog doen. In een potje voor het raam zetten. En dan zie je elke dag wat er gebeurt. Nou, beloofde ik vorige week al dat we er deze week nog iets mee gingen doen. Deze bonen gaan we namelijk ook op reis sturen. En om dat toe te lichten, roep ik even mijn lieftallige assistent erbij. Jonathan, kom erbij! Hey, daar is hij weer, dames en heren. Oké. Nou, hij brengt me even op de hoogte van allerlei technische mankementen. Kom even op mijn schoot zitten. Voor degenen die vorige week gekeken hebben, dit is Jonathan, mijn zoon van 10. Dit potje, Jonathan, wat gaan we daarmee doen deze week? Nou, we kunnen jullie zien. Hier gaan we volgens mij even kijken. Hieronder in het, in het bomendolf neerzetten. En dan gaan we deze helemaal dicht tapen. Ja. En dan hopen we, en dan zetten we natuurlijk wel, dat hier in dit gat alleen licht kan komen en voor de rest niet. Ja. Hier waar we nu met mijn vinger in zitten. Ja. En dan hopen we dat die, zeg maar, de route van het dolf, het moet niet al te moeilijk zijn voor de boom, helemaal af kan leggen en dat hij daar eruit komt. En dan moet je wel af en toe misschien even, heel soms, even kijken of het nog wel nat is en of hij niet verdord is. Ja. Want wij hebben er ook één in gezet en die is helemaal... Ja, die is mislukt, hè? Ja, het blijft toch de natuur, mensen. We maken dus een bonendolhof van een oude doos. Daar zetten we, daar maken we een paar verdiepingen in, waar de boom dan slinger de slanger doorheen kan groeien. Helemaal hierboven naar dit gat. Houd dit potje even vast, Jan. Dan laat ik de mensen het bonendolhof even van wat dichterbij zien. Kijk, zo hebben we dat gemaakt. En hierbovenin zit dan een gat. Hieronderin zetten we dan de boom die je geplant hebt. Dan gaat die dicht. En dan na een tijdje komt die hier uitgegroeid als het goed is. Dat zou wel heel fantastisch zijn. En mag ik die nog even terug, Jonathan? Ja, en ook, ja? En ook één dingetje. De plankjes, nou eigenlijk de stukjes karton waarmee je de dolhof dingen maakt, die moeten precies even lang zijn als het dolhof zelf, want anders groeien ze er buiten onlangs en dat wil je niet. Ja, en dan nemen ze de korte route. Hij moet goed afsluiten. Ja. En voordat je dit erin zet, moet de boom wel wat verder uitgeschoten zijn. Dan moet er al wel een takje naar boven zijn gegroeid met een blaadje eraan. Mm-hmm. Oké? Okay? Oké. Nou, ja, dankjewel voor de tips, Jonathan. Hij zegt dat ik, als ik beweeg, dat er misschien als iets... Als ik die kant op ga, dan... Oké. Ja. Nou, we zien het later wel. Deze techniek, jongens, alles is nieuw. Het is live. Wie weet gaat het goed en wie weet zijn er wat kleine mankementjes. Als jullie het niet goed kunnen zien of horen, laat even een bericht achter. Goed. Gaan we verder met het volgende. De boom hebben we gehad. Dan zijn we nu bij een verhaal van Simon Carmichelt. Waar laat ik nu mijn bril weer? Oh jongens, hier is die. Zo'n leesbril, ik moet eraan wennen, ik ben hem altijd kwijt. Ik heb een verhaal voor jullie van Simon Carmichelt. En het gaat over een vakantie die hij zelf heeft gehad in Frankrijk. Te Chartres waren we. Om
om de kerkramen te zien. Zelfs als je van tevoren uit de reisgids weet dat ze de schoonste van heel Frankrijk zijn, sta je nog paf van zulke diepzeetinten. Na al dat ooggenot beklommen wij de toren. Een zinloze marteling. Maar het moest van een oude man die geen pensioen kreeg en nu leefde van het bestijgingsgeld. Wee van de wenteltrap wankelden we daar naar Chartres in en geraakten we met onze open vakantiebloesjes op een hotelterras waar de zon ons dadelijk weer omhelsde. Wat de Gaulle ook zeggen mag, de wijn is weer goedkoop in Frankrijk. Zo kwam het dat wij na een kwartiertje opstonden om eens te gaan onderzoeken wat al die deftig geklede mensen in de hal toch wel aan het doen waren. Als twee roodgeblakerde naaktlopers stonden we even later in een oploop van heren in jacket en dames met knisperende baljurken, die zich ernstig bezighielden met het uitwisselen van cultuurhandelingen. Opeens kwam er een man in rockkostuum binnen, die door een ieder hartelijk werd begroet, waarop hij populair zwaaiend reageerde. Toen hij onze 2K-hemdjes gewaar werd, trad hij meteen naderbij, gaf ons de hand en sprak begrijpend: "U is zeker van de muziek?" "Integendeel," zeiden wij. "Wij zijn Hollanders." "Oh, maar dan kent u ongetwijfeld mevrouw Biedelmans uit Nice wel," sprak de man. "Die is namelijk ook uit Holland." Wij dachten beleefd enige tijd na en verklaarden vervolgens dat wij niet ongenegen waren te geloven eventueel wel eens van iemand met deze of soortgelijke naam te hebben gehoord. Want wij wilden de man niet teleurstellen. "Dat is leuk," riep hij in zijn nopjes. "Heren, mijn dochter trouwt vandaag en hier is de bruiloft. Ik inviteer u. Ik nodig u uit." Hij maakte een arabesk in de richting van het buffet, zoals alleen een Fransman dat zo sierlijk kan doen. Nu ben ik erg soepel met die dingen, dus hij hoefde niet hinderlijk aan te dringen. Drie kelners begonnen met prijzenswaardige ijver een groot aantal champagneflessen te onze gerieven te ontkurken en nog geen half uur was verstreken of wij hielpen de bruid bij het bezichtigen van de bloemstukken en dansten in de balzaal met alle dikke dames om iets terug te doen. De nacht kroop reeds over Chartres toen wij iedereen de hand drukten en ernstig beloofden veel te zullen schrijven. De bruidegom wuifde nog lang op het bordes. Waarmee ik alleen maar zeggen wil dat het leven soms opeens een uiterst beminnelijk verloop kan hebben. Ja. Onverwachte gebeurtenissen op vakantie. Ja, dat zijn vaak de leukste herinneringen. Hè? Als het leuke onverwachte gebeurtenissen zijn. Ik vertelde jullie daar straks over dat ik een keer in Griekenland op het vliegveld mijn rugzak ben kwijtgeraakt. Dat die nog in Parijs stond. Ik werd toen aangezien voor iemand die zijn bagage niet wilde laten zien aan de douane. Omdat ze dachten dat ik drugs smokkelde of zo. En ik werd toen heel lang ondervraagd door twee douaniers. Behoorlijk streng. Tot ik kon uitleggen: heren, mijn koffer is er niet. Mijn rugzak is er niet. Toen zijn ze gaan navragen en toen bleek die dus in Parijs te staan op het vliegveld. Een van die douaniers die heeft mij toen naar een hotel gestuurd. Hij gaf me zijn visitekaartje mee met zijn persoonlijke telefoonnummer. Hij zei tegen mij: "Vanavond om 12 uur komt met een vlucht uit Parijs jouw rugzak aan. Jij mag mij om 12 uur bellen om te zeggen in welk hotel je zit. Kom ik persoonlijk je rugzak afgeven." En jawel, ik belde. Half uurtje later werd er op mijn deur geklopt. Stond die douanier. 'S Middags was die nog echt een boelie.
die mij behoorlijk aan de tand had gevoeld. En die avond was hij een hele aardige man die spijt had, denk ik, van hoe hij me 's middags had ondervraagd. We zijn met z'n tweeën in het cafeetje beneden gaan zitten en daar heeft hij me op een paar heerlijke oezootjes. Is een Grieks drankje, getrakteerd. Zo zie je maar weer, onverwachte gebeurtenissen op vakantie, ook al lijken ze niet leuk, kunnen soms een hele leuke afloop hebben. Ik ben benieuwd of u ook wel eens zo'n leuke onverwachte gebeurtenis hebt meegemaakt toen u op reis was. Als dat nou zo is, typ het even in het kort in. En dan kan ik het straks lezen. Daar ben ik erg benieuwd naar. Goed. Ik wilde afsluiten met een lied. Jullie zagen hem al staan. Bootje. Ja, op vakantie gaan, denk ik, of op reis gaan, denk ik toch ook vaak aan de zee. Daar komt mijn schip al aan. Ik kijk vanaf het strand. Schrijven in het zand is voor mij nu wel gedaan. Want de letters van je naam blijven in het zand niet staan. Maar de wetten van het land gelden niet op volle zee. Dus ik neem je naam maar mee. Gun me een vaarwel en vergeef me dat ik hardop alle passen tel. Laten we dansen. Mijn liefste, dansen aan zee. Laten we dansen, mijn liefste, dansen aan zee. Afscheidswals aan de waterlijn, dansen aan zee. Eén voor je tranen, twee voor de mijne, drie voor de horizon. Waaraan we verdwijnen. Jij wist wel wie ik was, zwaaiend met mijn jas, met mijn armen wijd en leeg, en een hart dat schreeuwend zweeg, dat steeds meer verlangde naar de warmte van je wang. Laten we dansen, mijn liefste, dansen aan zee. Laten we dansen, mijn liefste, dansen aan zee. Afscheidswals aan de waterlijn. Dansen aan zee, één voor je tranen, twee voor de mijne, drie voor de horizon, waaraan we verdwijnen. Zeg dat het niets was en zeg dat ik droomde. Zeg dat ik gek was, durf te zeggen dat ik droomde. Zeg dat ik dom was, maar dromen deed ik niet. Laten we dansen, mijn liefste, dansen aan zee. Laten we dansen, mijn liefste. Dansen aan zee,
afscheidsvals aan de waterlijn, dansen aan zee. Eén voor je tranen, twee voor de mijne, drie voor de horizon, waaraan we verdwijnen. Dansen aan zee van Bluff. Hiermee zijn we zo'n beetje aan het einde gekomen van deze uitzending. Jonathan zit zijn vinger op te steken. Wat is er, jongen? Je wil nog iets zeggen? Ja, nou, als jullie dat met die planten en dingen leuk vinden, moet ik eigenlijk met jou eerst overleggen. Maar we hebben nog wel wat andere leuke dingen die je kan doen met planten en zo. Oh ja. Volgens mij twee, ja. Inderdaad. Ja, die je in je eigen huis met planten kunt doen. Dus mocht je nou meer leuke plantendingen willen voor in huis, dan laat het even achter in de commentaartjes. En dan hebben wij volgende week nog een paar leuke plantendingen voor jullie, als jullie willen. Mm-hmm. Oké? Nou, zo zie je, mijn hele programma wordt overgenomen door mijn zoon. Jonathan, zullen we afscheid nemen ook nog samen van de mensen? Oké. Doei. Fijne week. En tot volgende week weer. Dag. Doei.